Hierbij verklaar ik de Koeteltuin Middenmeer voor open. Het is eindelijk zover. Vandaag hebben we de officiële opening van de Koeteltuin. We hebben een jaar lang gewerkt. Ja, weinig vrije tijd en veel koetelen. Dat is inmiddels een werkwoord geworden. Ja. De moeders uit Middenmeer hebben de speeltuin niet alleen maar voor de gezelligheid laten bouwen. Al dat harde werken had een diepere reden. Omdat wij het belangrijk vinden dat de kinderen nou eens een keertje achter die schermen vandaan komen. Achter de smartphone, achter de laptop vandaan. Hup, naar buiten en spelen. Een groot applaus voor deze vier dames. Ja, we hebben echt actie na actie, Facebook-veilingen, fondsenwerving, sponsors. Speculaaspoppen verkopen en oliebollen verkopen. En we hebben denk ik alle huizen meer minstens vier keer gezien. Ja, we hebben echt geen geld laten liggen. We zijn een stelletje fanatieke pitbulls eigenlijk. Op alle speeltoestellen valt te lezen wat ze gekost hebben, zodat de gulle gevers snappen waar het geld aan op is gegaan. De kinderen zijn in ieder geval dik tevreden. Er zijn allerlei spelletjes en je kan zo meteen wat eten. Dat vind ik wel hartstikke leuk. Heel leuk. Wat is er zo leuk? Dat je kunt klimmen. Wow. Ik heb een vriend gevraagd of hij een potje dartje tegen me wil. Goed, Gideon! Zijn jullie een beetje trots op jezelf? Ja, eigenlijk stiekem wel. We zijn stiekem wel een beetje trots dat we dit voor elkaar gekregen hebben. En zeker in zo'n kort tijdbestek, want binnen een jaar hebben we dit eigenlijk gerealiseerd. Ze moeten de uitdaging maar aandoen om dit te ons te evenaren.